We zijn vanavond in de Drie Winkels en we hebben Café Mooie Woorden, de 18e editie alweer. En dat is een feestelijke editie, want we bestaan eigenlijk dit jaar 5 jaar van het Schrijvers tussen de kassen. Wat vroeger was, klinkt nog vandaag. De echo geeft het door. Herinnering, een woord, een vraag. De tijd tikt altijd voort. De morgenstond is voor vandaag voltooid verleden tijd. En wat zich aandient, is alweer vervaagd voordat je kijkt. Schrijvers tussen de kassen is een vereniging van schrijvers, van dichters in het Westland. Of met een band met het Westland. En elkaar een podium te bieden, in contact te kunnen komen met elkaar. Hij heeft zijn beste tijd gehad. Voortgaan wil niet meer zo goed. En oh, wat komt die traag op gang. Versnellen is voorbij. Hij freewheelt wat, blijft liever in zijn vrij. We zijn al veel langer was er een website, Schrijvers tussen de kassen, waarop schrijvers hun werk konden zetten. En nou, dat beviel eigenlijk zo goed dat er ervoor gekozen is om daar een vereniging van te maken. Zodat we meer van dit soort activiteiten konden organiseren. En ik loop hier alleen in de stille stad. Ik heb eigenlijk nooit wat van heimwee gehad. Maar de mensen, ze slapen, de wereld gaat dicht. En dan denk ik aan Brabant, daar brandt nog licht. Maar het Westland is onvoorstelbaar productief. Het is van thrillers tot romans, kinderboeken maken ze, poëzie. En ja, het is heel breed. En er zitten bij die heel veel produceren. En er zitten erbij die hebben een keer een boek uitgebracht en daar laten ze het dan bij. Of die zijn weer met een volgende bezig en dat duurt dan weer wat langer. Maar het is gewoon heel breed en er is zoveel. Dus ik heb ook in de winkel nu ook een echte Westlandkast en daar staat alles zeg maar in. En het niveau, ja, ook daarin zie je verschillen. Hè, de een die wat ik dan zie aan de verkoop, die gaan heel hard. En de ander weer wat minder, maar ja. Dat is natuurlijk met alle boeken zo in Nederland. Ik maak bewust mijn voetspoor daar. Waar mijn voeten komen lopen, word ik mijn eigen weg gewaar. Hij hort en stoot en pruttelt nog wat na. Verdomt het binnenkort. Met concentratiekamp heeft hij misschien zijn aardigste trucs nog wel eens laten zien. Met een lach en een smoes. Misleidend gebaar. Ben Ali Libi, de goochelaar. Wij vroegen ons af van hoe kan je poëzie nou sprekend maken en kunst beeldend? Nou, door een kruisbestuiving plaats te laten vinden. Dat hebben we gedaan samen met Kunsthuis 18. In Kunsthuis 18 door een expositie te organiseren. Die heeft eind vorig jaar 2019 plaatsgevonden en dat was zo succesvol dat er wellicht een herhaling in zit. En omdat het een tijdelijke expositie is, hadden we ook zoiets van, dat gaat weer over en dan ben je het kwijt. Kunnen we daar niet iets blijvends, iets tastbaars van maken? Dus we hebben besloten om daar een boekje van te maken. Het boekje is er uiteindelijk gekomen. En het boekje, het eerste exemplaar, krijgt u. En er wordt uitgereikt door Giel. In ons café mooie woorden, waar proza vaak schoon scoren, met zinnen die ons diep hebben geraakt. Het Westland met zijn kassen, waar kunst je kan verrassen, inspiratie zat met al dat groen vermaak, komt hier. 5 jaar is Terika, we reizen de tijd. We reizen de tijd achterna, het hele verleden. Het hele verleden, een nieuw begin. Kunst met woorden geeft het leven zin.